politiek. 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 Bijna niet, kent je niet. Politiek. Wat verwacht u? Met hoeveel mensen komt u in de raad? Ik ga zelf voor de winst eigenlijk. Dus ik verwacht wel dat het plus 1 wordt. Dus dat zal dan op 5 komen. Je gaat uit van de 4 waar je de vorige keer mee bent begonnen. Ja, dat klopt. Ik hoop dat we met onze mooie boodschap, dat we mensen weten te bereiken. Om de gemeente Almelo weer een positieve ontwikkeling te gunnen. Je kan op een positieve manier betrekken, of in het bedrijfsleven, of in het verenigingswerk, of in het vrijwilligerswerk. Dan krijgen ze een ritme, ze worden betrokken, ze hebben contact, ook sociale contacten, allemaal genoeg. We gaan een mooie campagne tegemoet en die is vandaag begonnen. Met hoeveel mensen denkt u in de raad te komen? Nou, we hebben de ambitie uitgesproken dat we met 7 mensen weer terug willen in de raad. En we willen ook terug het college in, terug in de bestuursstoel en meedoen om deze stad mooier te maken. Zowel vanuit de raad met een grote positie als ook in het college en daar een wethouder te gaan leveren. Onze speerpunt, dat was en dat blijft het bestuurscultuur. Dat moet veranderen en dat moet ook verbeterd worden. En dat maken we ook ons hart hiervoor. Het is nodig. En wij dachten met een aantal veranderingen hier in Almelo, met een aantal poppetjes die zijn weggegaan, dat we juist de juiste weg gaan. Maar helaas, ik moet jullie wel zeggen, ik heb het nog niet gezien, niet in de raad, maar ook niet buiten. Besturen in Almelo. De blik naar buiten. Betrouwbaar besturen en verantwoording afleggen. Dat wat je van inwoners vraagt, ook zelf toepassen. En daar waar mogelijk in samenwerking met de regio. Financiën in Almelo. Niet het geld is leidend wat er nodig is. Maar wat er nodig is, dat is leidend. Gelden wel oormerken. Minimaliseren van de externe inhuur. Subsidies verstrekken. Met een duidelijk doel en verantwoording achteraf. En niet rendabel. En politiek. Dit is maar een greep.